Wethouder Evelien van der Staffen gaat het wat af. Maar vandaag is het even tijd voor wat anders. Ze gaat namelijk met jou door Roosendaals nieuwste platform lopen. Dat klopt. Ik ben Evelien en ik laat je vandaag mijn Roosendaal.nl zien. Het online platform waar je al je Roosendaalse zaken regelt. Want het is nogal wat je er kunt regelen. Kijk je even mee? Als je naar mijnroosendaal.nl gaat, kom je op dit scherm. Hier zie je alle mogelijkheden. Belangrijk hier is om eerst even in te loggen met je DigiD. Dus pak je gegevens even bij de hand en dan is het inloggen zo gedaan. Nu we zijn ingelogd, kunnen we alles regelen. We beginnen voor het gemak even bij Mijn Gegevens. Hier zie je welke gegevens van jou bij ons bekend zijn en kun je je profielgegevens invullen. En natuurlijk gaan wij veilig met jouw gegevens om. Als we verder gaan naar In Mijn Buurt, zie je daar een digitale kaart. Daarop zie je alle wegwerkzaamheden en andere werkzaamheden in jouw buurt. Handig als je bijvoorbeeld op pad gaat. Ook kun je hier berichten over je buurt vinden. Als je daarop klikt, kom je op de website van de Rijksoverheid. Je kunt ook instellen dat je automatisch berichten ontvangt in jouw mailbox. Daarvoor vul je gewoon je gegevens in. Zie je een probleem in jouw buurt, bijvoorbeeld afval op straat of kapotte straatverlichting? Dan kun je dat melden onder Melding doorgeven. Op de kaart zie je welke meldingen jouw buurtgenoten al hebben gedaan. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er speelt bij jou in de buurt. En nog makkelijker, je kunt je melding ook doorgeven via de Buitenbeter app. Heb je de app nog niet? Download hem dan in de App Store of in de Google Play Store. Zo gepiept, wil je een parkeervergunning aanvragen of een gehandicapte parkeerkaart? Dat kan via Parkeren en Verkeer. Niet zo heel spannend dus, wel zo handig. Op mijnroosendaal.nl vind je ook informatie over je woning. Zo bekijk je heel makkelijk de WOZ-waarde van je woning, maar kun je hier ook links vinden die je helpen met belastingzaken. Niet zo leuk, maar wel zo makkelijk. Als laatste hebben we nog de pagina Zelf online regelen. Je kunt hier bijvoorbeeld je verhuizing doorgeven, een afspraak maken voor het verlengen van je rijbewijs, een vergunning aanvragen. En ook als je wilt trouwen in de gemeente Roosendaal, kun je hier terecht. En dat was het. Al jouw Roosendaalse zaken op één plek. Ik ben Evelien en ik liet je zojuist mijnroosendaal.nl zien. Tot snel! En heb je toch nog vragen? Mail, bel of maak een afspraak. En kom gewoon even langs.